mensen, ik wil jullie een woord voorlezen, zo aan het begin van ja, een enorme uitdaging. We weten dat we hebben erg spannend naar hier toegeleefd. En ik wil jullie iets voorlezen in woorden van de Heer Jezus zelf. Luister aandachtig. Zalig zijt gij als de mensen u smalen en vervolgen, liegende en alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugd u, zegt de Heer Jezus zelf. Want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u zijn geweest. Gij, zegt de Heer Jezus, zijt het zout der aarde. Want we weten dat er al zoveel gebeurd is achter de schermen en voor de schermen. Houd het al vast. Lees veel met elkaar wat we dit weekend gedaan hebben. Bidden met elkaar. Maar het beste heeft, ik heb nog nooit veel leven meegemaakt dat iemand zo voor mij gebeden heeft. Dat is helemaal ontdaan naar huis gegaan. Zoveel jonge mensen die in hun zaaltje God aanroepen. En aan deze zin hebben we een beetje hekel gekregen na de reformatie. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Dat ze het goede werk mogen zien. Werk maar heel hard voor de mensen. Niet om dezelfde beter worden, het antwoord staat erachter. En uw Vader die in de hemel is, verheerlijk. Ik hoop even, dat is de zon. De zon geeft licht op de maan. En daardoor kan de maan dat licht reflecteren. Dus het is heel belangrijk dat de maan ten opzichte van de aarde goed blijft staan. Want staat hij achter de aarde, ontvangt hij geen licht, geeft hij ook niks door. En zo is het ook in de herschepping. Christus is het eeuwige licht. Hij geeft licht en wij zijn Christenen. Wij zijn die maantjes. En wij moeten goed staan, jongen. Dat we goed staan. Tussen je moet je bekeren en God doet het. Hij doet het ook vanavond.